je daarop zit, dan wil je geen vrouw meer. Echt fantastisch. Wat is er nou zo mooi aan de Solex? Oh, dat is een traditie van vroeger. Dat is, als qua jonge racing van vader en opa. En nou ja, dan ben je zelf zover, hè? En dan krijg je dat. Vanmiddag staat op stapel de 6 dorpenrit door de gemeente Renkum. Via alle dorpen gaan we langs. Wij organiseren deze dag om voor de Solex-liefhebbers van zowel Nederland als België het 60 jaar Solex in Nederland te vieren. Wat in 1948 begonnen is en wat nu in 2008 dus het festijn is. U heeft wel een heel bijzondere Solex. Ja, maar dat komt als je wat ouder wordt en je bent Abraham eigenlijk. Dan moet je een aangepaste Solex hebben. Hè? Hij is hartstikke populair. Als je bekijkt, nog populairder blijkbaar dan in Frankrijk. In Frankrijk zijn er 7 miljoen in totaal geproduceerd. Daar waren 2 jaar geleden bij het 60-jarig bestaan in Frankrijk 525 deelnemers. In Nederland zijn er 700.000 geproduceerd. En je ziet hier, we zijn momenteel met 650 deelnemers aanwezig. Es kann eigentlich nichts Schöneres geben als ein PS in der freien Natur. Was will man mehr? 100 Kilometer mit einem Liter Sprit bei den Preisen, was will man noch mehr? Ik denk dat de Solex zo bijzonder is omdat het na de oorlog het eerste vervoermiddel was wat in Nederland op de markt kwam. Het is een fiets die allemaal, ik kan niet goed Vlaams spreken. Allemaal op deze fiets is egal. Vroeger reed ik in Cadillacs rond natuurlijk. Maar ik heb gemerkt dat dit makkelijker is voor in Nederland voor de optredens. Ja, absoluut. Zeker. Mooie dag zo. Absoluut. Mooi weer. Wat wil je nog meer?